We gaan er weer tegenaan. Het is vrijdag. Ik ben vrij vanochtend. Ik sta achterwacht. Dus ik zou nog gebeld kunnen worden, maar ik verwacht het niet, want het is al 8:30. Maar ik rij wel even die kant op, want ik breng Mayra even weg. Anders is het voor haar heel verwarrend als ze pas om 12:30 binnenkomt en meteen gestrekt moet, horizontaal. Dus helemaal op z'n zomer, zonnebril en een pet op en gaan er vandoor. Ik ga even het dorp in, want ik heb nog een pakketje hier die ik moet retourneren. En ik ga heel even naar de Action om mijn badmat te halen, want dat is gisteren niet gelukt. En een hele tas met uitpapier. Die ga ik ook even wegbrengen. Het blijft toch altijd een beetje ongemakkelijk om op straat te lopen met je telefoon, praten tegen een camera. Het pakketje lukte niet met het retourneren, want ik moest het label blijkbaar printen. Beetje verwarrend, want de ene keer moest het wel en de andere keer hoeft het niet. Maar nu moest het dus blijkbaar wel. Dus daar moet ik nog even een oplossing voor vinden. Maar nu dus onderweg naar de Action. Ik zoek me echt helemaal rot naar zo'n badmat, maar ik denk niet dat het er is. Ik ga het dan maar even vragen. En ik moest twee dingen hebben, maar ik weet nu even niet meer wat ook alweer. Oh ja, goedkope mesjes voor het onkruid. Ga ik dat eerst maar even pakken, anders ben ik dat vergeten. Ah, kijk, gevonden. Deze heb ik nodig. Ook nog even bij de Libra geweest, maar ook geen succes. Ik heb hem maar even gevraagd, want ze gooien echt om de havenklap gooien ze die hele, hoe heet het, indeling van die winkel door elkaar. Dan ben ik weer een uur aan het zoeken. Waarom? Waarom is dat? Dus, helaas. Dus ik ben een beetje een rondje aan het lopen nu. Nu ga ik even naar de Blokker. Daar verwacht ik het eigenlijk wel te vinden. Maar ja, je weet het niet. Op hoop van succes. En als je in de zomer nou een keer in de buurt van Epe bent, op vrijdag, dan is het zeker de moeite waard om even het dorp in te gaan. Want er is op vrijdagavond een hele leuke zomermarkt. Alle vrijdagavond van de zomervakantie. Met live muziek. Dus dat is wel super leuk. Gevonden. En ik heb nog keuze ook. Want ik heb hier een zwarte en een witte. Deze gaat het worden. De witte. Want die zwarte die is dus maar 55 bij 55. Dat vind ik een beetje vreemde maat. Oh, zo lekker die zon. Ik heb echt geen idee hoe blij ik hiervan word. Ik kwam mijn leefstijlcoach nog tegen. Dus daar heb ik even gezellig mee staan kletsen. Nu ga ik weer naar huis. Even bijkletsen met Benno. Benno is ziek. Dat is alleen maar ellende, koorts en gedoe. Hij heeft de hele nacht ook liggen kuchen en nou ja, deken eraf, deken erop. Ik weet het allemaal niet. Meiden had ook niet zo'n goede nacht. Dus ik ben eigenlijk hartstikke kapot. En ik had ook nog afgesproken om vanavond lekker met collega's de stad in te gaan. Maar ik weet niet hoe ik dat ga doen. Dus ik had al gezegd vanochtend toen ik mij daar bracht van kijk heel ervaren hoe ik om 6:00 voel vanavond naar werk. En dan hak ik dan wel een knoop. Ik voel me een beetje sloom zeg maar. Verder voel ik me prima, maar een beetje traag. Nou, ik vind het wel weer mooi geweest. Ik heb een emmer vol. Ik ga meteen wegbrengen. En dan ga ik thee drinken of zo. Even lekker een boterhammetje eten. Nou, ben je nou eens een beetje ziek, hè? Ja. Dus lekker bij de tv lunchen en dan aan het werk. Kijk eens, helemaal opgeruimd. Ik ben op mijn werk. Ik heb andere kleren aangedaan, want het was een beetje warm in de spijkerbroek. En een korte broek die ik daarna aan had, die is te kort. Dus die kan ik niet aan mijn werk. Dus ik heb nu die hele luchtige, dunne broek aan. Dus dat is heerlijk. Dat is alles bedekt, maar het voelt alsof je niks aan hebt. Dus ga ik mijn collega aflossen. Werken tot 6:00. En dan is het weekend.
De kinderen liggen lekker in bed en ik ben vast begonnen met de voorbereidingen voor het nieuwe thema. Ik heb dit geprint en ik ben nu de oudjes aan het kleuren, want het volgende thema is verkeer. Dit is bedoeld voor de fijne motoriek, dat ze met een stift zo het lijntje kunnen volgen en allemaal andere figuurtjes. Het is er, meiden. Gaat het goed? Ja. De wekker zit erop. Ik pak hier net de auto. Niet voor de deur, want wat ik jullie vertelde vanochtend van die hele... Wil je een appel? Maar we gaan eten, schat. We gaan macaroni eten. Nee, appel. Het is zomermarkt, dus er is helemaal nergens parkeerterrein in het dorp. Beschikbaar, zeg maar. Dus ik sta nu niet voor thuis, maar ergens anders. Maar ik heb een plekje gevonden, dus. Nou, ik ben weer thuis, zoals je ziet. Ondanks mijn tanden poetsen. Echt super, super gezellig met mijn collega's. Het is 3 uur. Dus ik ga tanden poetsen en naar bed. Ja, dat moet er eigenlijk ook nog vanaf. Het is zondagochtend en we beginnen de dag met een heerlijk ontbijtje gemaakt door Benno. Met op de achtergrond deze zooi. Oh, het is zaterdag. Inderdaad zeg. Jongen, helemaal in de war. Het is de volgende ochtend. Zoals je ziet heb ik gisteravond de mascara er niet meer afgehaald. Inmiddels gedoucht, lekker haar gewassen. Helemaal weer fris en fruitig. Slaap tot 9:30. Maar nog steeds die mascara er niet afgehaald. Dat ga ik zomaar even doen. Inmiddels is het bed verschoond. Ik heb al een wasje gedraaid. Die ga ik nu ophangen. Dus ik ben er weer helemaal. Ik heb echt genoten. Het was super gezellig met de meiden van werk. Vandaag staat iets anders op de planning, namelijk een familiefeestje, want we hebben verjaardagen. Dus daar ga ik later vandaag naartoe. Moet ik zeggen dat ik niet heel veel zin heb vanwege die regen om met 20 man in een woonkamer gepropt te zitten, maar oké, moet ik me even overheen zetten. Tweede poging om een pakketje weg te brengen. Inmiddels met een geprint retourlabel. Dus moet goed komen. Neem meteen het afval even mee. Drie keer raden waar hij lag. Nou. Op de wasbak van de wc. Ja. Altijd als ik mijn telefoon kwijt ben. Ja. We zijn er klaar voor. We gaan naar de verjaardag. Papa, maar ik kan niet zo goed handelen als ik in Benno's auto rijd. Dat klopt niet. Vandaag rijdt mama. Papa's rijbewijs. Nee. Nee. Benno is nog niet helemaal fit. Papa daar. Maar die wil wel heel graag mee. Oh, wil je dat papa daar gaat zitten? We zijn er. We zijn in Barneveld. Want mijn zusje en haar man, zus en zwager, vieren hun verjaardag. Ik kreeg al een berichtje dat het behoorlijk druk is, dus we gaan het zien. Inmiddels hebben we heerlijk gegeten. We kwamen een beetje laat aan, de meeste mensen waren al weg. Mijn broers en zussen waren al in huis. Hier is de glijbaan. Dus nu ben ik even met Meira onderweg naar de speeltuin. Want ze moet even de energie kwijt. Ik moet even moe worden voor vanavond. Want we zitten een beetje zo'n tussenfase. Denken we. Denk Benno. Dat we straks van die middagslaapjes afgaan. Ik heb mijn twijfels. Maar we moeten in ieder geval het middagslaapje wel een beetje gaan inkorten. Want het wordt in de avond drama. Maar we moeten nu nog even lekker bewegen. Gaat het goed? Ja. Het is wel een beetje spannend dat zij zo hoog zit.
Een ei. Ja, dan moet je eerst even halen. Deze. Welke gaan we nemen? De grote? Deze. Dat is goed. Maar ik denk dat het handig is als papa die pakt. Ja. Ja. En papa pakt. Even wachten, lief het. Goed. En afronden. En ja, nu mogen we ze te pakken. Ja. Nee, opa. Ja, dat mag op elkaar, want het is een beetje slap. Zo. Zo. Dicht.